Yo, dames en heren, welkom op vrijdag, vlogvrijdag, een speciale vlogvrijdag, want Niels is hier. Hi. Hi, en wij gaan nu naar Hilversum toe, naar Milan Knol. Dus dat zullen jullie zo meteen ook wel zien. Maar dit is natuurlijk, zoals jullie in de titel hebben gelezen, de America Road Trip video. Want ik ben naar Amerika geweest, althans nu moet ik nog gaan, maar voor jullie ben ik er al geweest. En ja, dat gaat leuk worden, toch Niels? Super vet. Ja, hij gaat mee. Dus dat gaat wat worden. Dus er komen ook meer video's online, gewoon algemeen. Kleine dingetjes, maar dit wordt zeg maar de main vlog. Gewoon een hele happening eromheen, dus gaat awesome worden. In ieder geval, we rijden nu naar Hilversum toe. Dus ik zie jullie bij Milan dus. Ah, tot zo. Dag. Hoi. Yo, gasten, welkom. We zijn nu in Hilversum en we hebben hier nog steeds Niels. Hi Niels. En... What up? Het is de man Milan. Hij heeft alles voor elkaar gekregen om mij naar Amerika te sturen. Lijpe poep. En we zijn hier gewoon een beetje zitten aan het bespreken en alles. En, we kunnen nog wel even pimpampetten. Pimpampetten? Dat klinkt wel interessant. Wil je die challenge aangaan, Milan? Want ik ben wel professioneel pimpampetter. Ben je dat? Nee. Oh. Maar ik heb wel die echte skills. Dus ik weet niet of je dat aandurft, hoor. Okay, ik ga pimpampetten. Hij gaat het doen. Ga je het doen? Hij gaat het doen. We gaan pimpampetten, jongens. Bam. Ik ga even op mijn knol gaan heen. Op zijn knol. Waar gaat hij? Ja. Nou, wij gaan even een potje pimpampetten, jongens. Dat gaat het worden. Ik ga even een onderwerp uitzoeken, jongens. Wat is, ziet er mooi uit? Even kijken. Welke onderwerp wil je doen? En dan moet ik er eentje uitkiezen? Ja. Maar je mag ook de andere kant uitkiezen. Oh. Ja. In de put, de rollen, jongen. Oké, jongens. We gaan doen... Iets wat vierkant is. Staat hier helemaal onderaan. Dus iets wat vierkant is. Oké. Komt-ie. Gaan we. Komt-ie, hè? Ja. Iets wat vierkant is. Vierkant. Vierkant zelf. Kaas! Is dat niet rond? Een kaasblokje is het dan. Een kaas is rond. Kaasblokje. Nee, je hebt... Kaasblokje. Oké. Kan dit, jongens. Ik ga nu een... iets wat zwaarder is dan een olifant. Oh, wauw. Lekker onderwerp. Joost! Nee. Oké. Foule trol. Oké, komt-ie. Ja. De eindig op de P. Iets wat zwaarder is dan een schip. Oh, my god! Oh. Wauw, Niels heeft hem, hoor. Niels heeft hem. Oké, nou mag jij eens uitkiezen. Automerk. Oh, echt, iets met een O. Volvo! Ik wilde Opel zeggen, ja. Maar. Oké, de winnende punt. Winnende punt, jongens, gaan we. Jij mag er voor een onderwerp bij. Mag ik weer. Ik ga voor... Een boom. Een boom. Lekker mooi, lekker moeilijk. Dat is fucking moeilijk. Let's go. Ergens G in het woord. Twijg? Nee, is het eind. What the fuck is dat? Nee, dat is hangt aan een boom. Dat is hangt aan een boom, ja. Een Belgische boom? Een Belgische boom, ja. Amai. Jongen, ik weet echt niet. Het is echt een kut onderwerp wat je verkozen. Er is geen boom. Er is geen boom. Oké, we gaan een... ik zag ook een film staan. We doen een film. Een film? Een film, jongens. Go, een film. Okay. Spion van Oranje. Het was de S en dat maakt niet uit waar die stond in je eigen punt. Woehoe! Je hebt gewonnen! Yay! I win! Yeah! Oké, jongens, ik heb Pimpampet gewonnen. Ik zei dat ik owner. Ik zei dat nu mijn huis uit. Oké. Ik ga al. Dat zegt doei dan. Oh. Don? Ja. Kom eens. Kank! Thomas stond die aan. Ik denk, waarom staat die camera dan? Zo'n stomme locatie van de camera. Nou en. Dat was niet heel dichtbij. Dat is niet heel gisteren. Nee, nog gisteren. Klopt. Domme. Beste huisgenoot ever. Grumpy Don. Ja. Mooi dit. Yo gasten, we zijn net geweest bij Milan en we hebben daar een beetje gechilled en van alles besproken. En Niels remt even af. Even alles besproken. We gaan nu naar huis toe. Even een nachtje slapen en dan gaan we morgen meteen op het vliegtuig. Dus heb je er een beetje zin in, Niels? Ja. Ja. Nee.
Nee. Oké, dat weet ik niet. Wat? Nee, het gaat natuurlijk hartstikke vet worden. Ik heb er heel veel zin in. Morgenochtend vroeg gaan we de deur al uit en dan zie je onze ochtendfeestjes. Dus het gaat leuk worden. Nee. Niet? Nee. Oké, blijkbaar niet. Niels wil dat niet. En, nee, dat wordt niet leuk. Dat wordt niet, oh, dat wordt niet leuk, oké. Dus dat wordt, ja, jullie zien het vanzelf wel. Wij gaan nu naar huis toe. Nog even lekker rusten en dan tot morgen. Dag. Doei doei. Goedemorgen gasten, welkom op Schiphol. We zijn nu lekker aan het chillen hier bij de gate, gate 7. En ons vliegtuig staat daar te chillen buiten. Oh, dat zie je echt heel goed, maar ja, fuck it. Over de focus. En we gaan zo meteen lekker boarden. Maar ja, eigenlijk zijn we al geboord, of niet? Ik weet niet, we gaan zo hier van de binnen. Is dat Niels? Hi Niels. Hi. Yo. Dus ik denk dat het tijd is voor een mooie vlieg... wat is het? Een vliegcompilatie. Gewoon een lekker mooi moment. Dus, je zit bij het raam, dus dat is zo goed, joh. Anyways, enjoy. Zeg, doei. Yay, we zijn geland in Los Angeles, Amerika. Woehoe, we hebben echt gewoon dik 11 uur reizen achter de boeg, voor de boeg achter de rug. En we zijn eigenlijk gewoon nog niet geweest slapen. Dus we zijn eigenlijk gisteren om 10 uur 's ochtends op het vliegtuig gegaan. En we zijn nu hier al. En het is nu, bij jullie thuis is het nu 10:50. En voor ons is het nu 2:30 's middags. 10:03. 10:03. En het is helemaal wazig. Dus we moeten hier even wennen. Maar check onze kamer. Niels, room, show. Let's do this. We hebben hier twee persoons bedden. Dat is mijn bed. Oké, sorry. Ga je eigen bed springen. Twee persoons bedden. Eén massive breed schild, tv, beeld. Je wordt er schil van, ja. Je wordt er schil van. Let's go to the bathroom, shall we? Oh, yeah. Godverkutstoel. En twee in the bedroom. Bathroom. We hebben hier een wasbak en shit en een... Hi. Shit, Niels. Lijp. En een badkamer en een wc. En dat is het eigenlijk. Deze is nog schoon. Niels heeft er net krijtig gescheten, joh. Ruik je net? Ruiken, ja, dat is nieuw, hè. Dat kan je tegenwoordig door de kamer heen ruiken. Maar dit is dus onze kamer. Best wel lijp en ja, we hebben nu de hele rest van de avond op dag tijd om te chillen. Dus ik denk dat we zo de stad in gaan lopen en we zien wel wat er gaat gebeuren. We gaan burgers zoeken. Oh ja, ik heb honger. We gaan naar een van de grote burger tent of zo. Dat gaat wel leuk worden, dus yeah, we zijn in Amerika en alles is goed gegaan. Dus let's the road trip begin. Zo, we lopen nu een beetje door de straat in Los Angeles en we hebben een beetje een mooie rustige plekje waar we niet worden geassault door allemaal mensen die gaan vragen of we met een bustour willen. Maar we lopen nu langs het grote CNN gebouw. Je kent CNN wel, dat is het nieuwsdinges van Amerika. Nieuwsanchors, maar ik weet niet wat dat is. Het ziet er wel fancy uit. Ga ik daar eten? We gaan er waarschijnlijk eten, maar ik weet niet wat het is. Maar dat is een random bril. Anyways, dus we gaan nu een McDonald's zoeken, als we het enigste kennen. Ik heb echt geen idee wat we hier anders moeten gaan zoeken. Het is echt wazig. Het enige wat me opvalt is dat hier palmbomen staan. En om de seconde heb je hier gewoon zo'n parkeerpaal staan. Ja, om de meter of zo. Ja, heel veel rijden Ford Mustangs. Ja, en heel veel Ford Mustangs inderdaad. Dus we gaan dan wat worden. Jongens, we gaan even op zoek naar wat eten. Voor de middag. En later. Jongens, we hebben net een even lekkere avond achter de rug. We hebben lekker gegeten in het restaurantje. Althans, het was een beetje vreemd. Als je wel heel veel gegeten hebben. We hebben de andere gasten van de crew ontdekt, althans de andere YouTubers die uit andere landen komen, die ook hier zijn om Halo te spelen. Dat is best wel grappig, dus een beetje zitten kletsen, een beetje gegeten. Iedereen was eigenlijk gewoon helemaal kapot, dat zag je ook wel. Dus iedereen wilde eigenlijk gewoon meteen naar bed toe. Maar het maakt niet uit, dat is Niels. En wij gaan nu ook ons bed in, we hebben echt gewoon dik 24 uur zijn wakker geweest, dus het is voor ons echt gewoon
mes jetlag. Dus ik ben moe. We zijn inderdaad moe. Dus ik ben blij dat ik kan slapen. En ik ook. Ja, Niels ook. Dus ik zie jullie morgen. Zeg het morgen, Niels. Toedels. Toedels. Bam, gasten, we zijn hier bij ISL aangekomen. De hele hoop event. En we hebben die VIP-pasjes, jongens. Bam, Niels zit hier. Hi. Yo. En we gaan zo meteen daar naar binnen. Er staan een hele hoop MLG's waarschijnlijk en andere gasten die hier horen. Ik heb geen idee, maar we gaan zo naar binnen toe en we gaan een hele leuke tijd hebben. We kijken naar het toernooi en we gaan zelf een joker spelen. Hey, dus ik heb mijn capture crate meegenomen, dus misschien zien jullie wel gameplay. Geen idee. Dus er is iemand jarig, lol. Het zal wel, maar via Pikachu jongens. Let's go inside. Yeah. Zo, we zijn nu net weg van het Halo event, het Halo tournament. Het was wel leuk om even een paar potjes te zien. Alleen, het is echt een hele dag. En ik ben wel fan van Halo MLG, alleen niet zo superveel. We zijn nu op echt random op de straat. Daar zie je echt gewoon de bergen en Hollywood en shit. Dus we zijn nu hier en we zijn nu op zoek naar... Oh, daar is een auto, dus ik zal eventjes doorlopen. Maar we zijn dus nu op zoek naar een taxi. We zijn hier met twee andere gasten die komen uit Frankrijk en één gast komt uit Italië. Het zijn ook allemaal grote YouTubers, dus dat is best wel lijp. En op zoek naar een taxi en dan gaan we naar de Hollywood sign, dus dat is leuk. En it's gonna be fun. Rip in pieces. Dat is nog van Hollywood. Dat is nog van Halloween of zo, denk ik. Fucking lijp. Maar we lopen dus nu richting op zoek naar een taxi. Dus gaat dat worden. Let's go. We zijn nu in de taxi onderweg naar de Hollywood sign.